We zijn vandaag beland bij een van de paradepaardjes, mag ik toch wel stellen, van het uh, Vlaams Brabant voetbal. Meer bepaald bij Diegem Sport. Uh, tweede amateurclub. Het vroegere derde, uh, derde klasse, sorry, excuseer. Um, ja, ik heb de trainer Nico van Erom bij mij. Um, ja, wie is Nico? Wie is Nico van Erom? Ja, Nico van Erom is iemand dat natuurlijk al van zijn acht jaar in het voetbal zit, en die ondertussen al vijftien seizoenen. Uh... Trainer ben in Nationale, dus over Sterrenbeek en dan uh, in de toenmalige tweede klasse uh, in KVB Zaventem. En nu zit ik al uh, acht seizoenen hier in Degen. Ja, dan is het hier toch plezant in Degen? Vooral rustig. Dus uh, het is hier plezant en rustig. En ik denk uh, dat dat een uh, van onze stokpaartjes is. Dat is uh, die continuïteit om toch te blijven zorgen uh, dat we niet elk seizoen moeten acht transfers moeten doen. We werken daar hard aan, dat is ook hard werken, maar dat is natuurlijk wel een van de uh, stokpaartjes van Degen. Ja, jullie hebben hier dan waarschijnlijk op dit niveau ook de nodige scouts in de club die aanwezig zijn om daarmee te helpen? Ja, natuurlijk. In deze plaats. Onze beste transfers komen meestal uit, uit onze eigen jeugd natuurlijk. Er wordt bij ons altijd gekeken, eerst naar de belofte gekeken, voordat we nieuwe jongens gaan aantrekken. En elk profiel van nieuwe jongen dat er dan aankomt of wordt aangetrokken, dat zijn profielen die we in de jeugd gewoon niet hebben. Anders wordt er gewoon uit de jeugd gehaald. Ik geef een voorbeeld. Aaron Sulemani is een diepe spits van 19 jaar. Ja, wij gaan hier een derde spits aantrekken na de Flem en na Egerix, Dan volgt Aaron gewoon in de piekorde. En indien Demi of, of Jentel uitvalt, ja, dan gaat Aaron gewoon spelen. Dus uh, dat is onze werkwijze. En uh, dat geeft ons natuurlijk een financiële uh, en sportieve gezonde balans op. Ja, jullie zitten hier ook dicht bij Brussel. Dus ja, ik stel, uh, allee, kan me ook wel inbeelden dat hier talent uh, genoeg te vinden is in de buurt. Ja, dat is, dat, is, dat is zeker en vast waar. Heel veel jonge talenten komen natuurlijk ook al in diegenen. Omdat we natuurlijk in de voorbijgaande jaren, ik spreek dan al van veel langer dan, dan ik hier ben. Uh, want mijn verdienste daarin is natuurlijk heel klein. Want uh, mijn verdienste is gewoon dat ik de jongens een kans geef. Maar uiteindelijk worden de jongens van heel vroeg klaargestoomd door, alle, door al onze jeugdtrainers, die, die veel minder natuurlijk in de spotlight staan. Maar die mensen werken keihard. Maar uh, het is een beetje dubbel. Uh, er komt heel veel talent aan natuurlijk, ja. maar de echte goede talent ja, die is natuurlijk heel snel een weg natuurlijk, dan de elite. Soms kunnen we die dan nog niet keer recupereren, vier, vijf jaar later, maar het blijft toch hard werken om uh, ja, die talentjes uh, zelf in diegen te brengen. En vooral uh, de entourage, uh, lees aan de ouders, rustig te houden, want dat is toch altijd uh, de moeilijkste kant van, uh, van het verhaal. Ja. Ja, hoe is het eigenlijk afgelopen seizoen uh, verlopen hier in diegen? We zijn, uh, ik dacht op de achtste plaats, en nee, ik ben er vrij zeker van, we zijn, we zijn achtste geëindigd natuurlijk. Ja, uh, door het werken met die kleine en jonge kern zitten we natuurlijk elk seizoen met een diepke. Uh, Waardoor dat je dan soms toch een keer 1 op 9 of 1 op 12 valt En dat heeft vorig jaar ietsje te lang geduurd. Nu op Tender hebben we wel nog een serieuze sprint gedaan. Maar ik denk 7, uh, 8 punten meer was normaal geweest en dan zaten we in een top 5. Dus uh, voor een club en met het budget van Degem is dat eigenlijk uh, ja, vrij, vrij ongewoon. Uh, en Persoonlijk denk ik het hoogst al waren. Ja, je, je bent hier al wat jaren actief. Wat ik me dan afvraag, ja, vraagt dat ieder jaar opnieuw een grote aanpassing in uh, de voorbereiding? Of blijf je altijd min of meer op hetzelfde systeem verder bouwen? Nee, wij zitten uh, al acht jaar in hetzelfde stramien, Voor de spelers is, is dat ook duidelijk. Uh, ze weten waar dat wij voor staan. Dan, vooral dan Dirk Peremans, want dat is dan meer uh, het fysieke aspect is meestal van Dirk Peremans. Dus de spelers weten dat. Dus, uh, dat geeft soms misschien een beetje verveling, zou ik zeggen. Maar anderzijds, dat geeft ook heel veel duidelijkheid en vertrouwen. Uh, uh, hier zijn jongens uh, die al acht jaar met mij spelen. Hier zijn jongens nu uh, allee, dit seizoen, ik denk aan Jits Nermans of vorig jaar Nils Ruijs uh, of Demi de Flem, uh, die mij kennen of die weten hoe wij werken. En anderzijds geeft er natuurlijk ook wel uh, een duidelijk beeld van wij staan daarvoor, punt. En, uh, dus jongens die iets nieuw willen, ja, die staan voor aan te vertrekken. Ja, wat uh, mogen we eigenlijk dan komend seizoen verwachten van die nu, dat, zijn van, dat, zijn van die, dat zijn van die makkelijke, moeilijke vragen. Hè. Dus, uh, ik denk dat we echt versterkt zijn, Natuurlijk, ik zeggen. Voetballers zijn we echt versterkt. Qua maturiteit zijn we echt versterkt. We hebben toch jongens gaan halen van de eerste, eerste amateur. We hebben toch uh, de beste verdediger gehaald van derde amateur. Dus mijn gidsen, Hermans. Dus, ik denk dat we echt versterkt zijn. Natuurlijk, ja, mijn kijk op andere ploegen. Uh, als ik zie de budgetten waarbij dan sommige ploegen gooien maar van honderdduizenden euro's. Ja, ik heb daar totaal geen zicht op. Je kunt die... Je kunt je 40.000 euro, ik kan maar een voorbeeld geven, om je 50.000 euro heel goed besteden of heel slecht besteden. Dus ja, dat, dat, dat heeft meestal niks te maken met geld. Uh, dus ik heb daar weinig zicht op. Ik kijk gewoon, uh, ik veeg voor mijn eigen deur. En dan denk ik dat we echt versterkt zijn. Ja, Ietsen is dan één nieuwkomer. Maar wie heeft de ploeg dan nog kunnen versterken? Ja, we hebben nog Amin Gierre, dat toch de spelverdeler was van uh, Luik in eerste amateur en van Patro Wijs, in eerste amateur. Dat is toch wel iemand met aan te brieven dat vorig jaar een minder seizoen gedraaid heeft door blessures, maar nu terug topfit is. Dus eens dat Amin terug op ritme geraakt, uh, van tweede of eerste amateur, is dat, is dat zeker en vast uh, een topaanwinst. En dan hebben we nog Andy Locando. Toch jongens allemaal die dat. U strepen toch al wel verdiend hebben uh, op hoger niveau. En je ziet direct ja, die maturiteit dat de jongens brengen en die rust, uh, dat geeft echt een pak verschil. Plus uh, Cedric Mertes, kapitein, dat vorig jaar drie wedstrijden gespeeld heeft, dan nu volledig fit is. Ja, dat zijn eigenlijk vier jongens, vier basisspelers bij. Uh, dan ben ik, wanneer, ik ben heel tevreden. Plus ook, uh, we hebben de stafhoek uitgebreid. Uh, voilà. We zitten niet met een T1 of met een T2, we zitten echt met een groep van trainers uh, En dat is, uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, toch op ons niveau. Ja, ik heb gezien dat uh, tienenaar Demi de Vlam al goed bij Schot geweest is tijdens deze voorbereiding. Ja, ik veronderstel ook dat hij een van uw uh, sterke ouders binnen, binnen de ploeg is voor komend seizoen. Pjoh, ik denk goed dat hij anders Toen bank Banken steken. Als je 11 of 12 uh, doelpunten maakt op drie of vier wedstrijden, dan zit hij er inderdaad goed bij Schot. Uh, maar Demi is ook een beetje een apart verhaal. Uh, ik heb Demi. 10 jaar geleden gaat dat speler in Zaventem, in een, ja, dat was toen uh, in derde klasse. Toen. Uh, kampioen gespeeld met Demi, en Demi speelde toen bak links met mij. Dus uh, achteraf bij Demi een beetje een wisselend succes geweest. Een beetje bij hij is bij Londerzeel, zelfs bij Tienen toch een moeilijk seizoen gehad. En dan bij ons is die een ploft en uh, vorig jaar topscorer van de reeks. En uh, aan die tempo, ja Demi is een fenomeen. Ik denk dat elke, elke, elke ploegmat of, 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 of supporter dat kan zeggen. Uh, ja, ik vind dat gewoon een goede speler, maar waarom klik het niet op een ander? En, en, en met mij wel. Ja, dat weet ik niet. dat moet ik aan hem vragen eigenlijk. De magie van de trainer dan waarschijnlijk. Dat weet ik niet. Ik denk gewoon uw eigen zijn dat dat heel belangrijk is en vooral zorgen dat Demi's lage kan blijven. Denk ik. Op Demi is soms heel veel aan te merken, soms. maar ik denk dat je daar die energie niet moet insteken. Ik denk dat je moet gewoon kijken wat hem opbrengt en dat je daar je energie moet insteken. En voor sommige trainers is dat blijkbaar iets gemoeilijker. Nu, dat je verwijt verwijt naar niemand toe, maar ik kan alleen maar zeggen dat dat bij ons rendeert, al, al twee of drie seizoenen. En zoals het, nu eruit, allee, zoals het er nu naar uitziet, ziet er goed uit, ook voor dit seizoen. Ja, wie verwacht je eigenlijk bovenaan in de reeks? Maar ik denk dat dat niet moeilijk is. Hè. Ik denk uh, ploegen als Belicia met die budgetten. Uh, als, je, als je met profspelers werkt, uh, ja. uh, dan zoals, bij, uh, allez, zoals Belicia. ik denk aan Liersen. Uh, als je ziet de kwaliteit dat daar is, uh, of de namen in elk geval, uh, ja, dat is geen spek voor onze bek. Nu moet dat voor ons. Racing Mechelen is, is ook zo. Vooral als zijn ploegen die, ja, die willen absoluut zo snel mogelijk hogerop. Uh, dus wij willen vooral zorgen uh, dat wij een blijver worden of zijn in tweede amateur. En dat we een trendsetter zijn hier in de regio, samen nu met Tempo-Overijs. Ja, ik moet goed blij zijn dat hier terug zijn bijkomen in het tweede amateur. Want in het verleden zijn er heel veel ploegen komen piepen. Ah, ik denk aan Eppigen of zoiets, die, en die dan toch al nul terug weg zijn. Dus die kant willen we niet opgaan. Uh, we willen gewoon een blijven zijn in het tweede amateur. En ja, dan komt die vraag altijd waar gaat het eindigen? of wie gaat kampioen spelen. Ik zeg gewoon op basis van budgetten moet er eens een Michele. Belicia, Lierse, moet, moet ik daarbij zijn. En dan moet er maar een outsider zijn. En uh, ja, waarom zou wij dan een keer niet? Hoe nou zo. Dus die gemikt wel hoog indien het kan. Ik denk, uh, er zijn twee zaken denk ik. Als je vorig jaar achterin eindigt in competitie en je ziet dan de budgetten, ik zeg het nog een keer, want daar gaat het over, meestal in voetbal en ook in onze reeks. Uh, wie dat. Voor ons is geëindigd aan de zeven ploegen, uh, ja, dan staan we daar op ons plaats, uh, op de achtste plaats. En dan vind ik dat we vorig seizoen een heel goed, heel goed seizoen gespeeld hebben. En als je dan spreekt van wat is ambitie? Ja, minstens één plaats beter doen. Hè. Dus ik wil zeggen, ze van, dus, uh, het zou te gek zijn moest ik nu zeggen, als we veertiende eindigen hebben, hebben we goed gespeeld. Dus, voilà, dus wat is de ambitie? Bah, links spelen is ambitie en waar dat is, ja, hangt dat hangt af van veel dingen natuurlijk. Hè. Ja, dan heb ik nog een laatste vraagje, daar eindig ik altijd bij Nico. Ja, wat is de ambitie van Nico nog? Ja, de ambitie. Waar, eerlijk gezegd, ik ben 50 jaar, uh, dus uh, ik word 50 jaar. Ik heb het allemaal een beetje gezien. Dus die ambitie voor, uh, allee, dus, dus om te gaan zeggen van ik wil nog doorgroeien, die is er uh, helemaal niet meer. Ik denk dat ik mijn strepen verdiend heb uh, de voorbijgaande jaren. En voor mij is het belangrijk het familiegevoel en je goed voelen, dicht bij huis, uh, dat is voor mij nu belangrijk geworden. En ik moet zeggen, uh, om in mijn auto te stappen en een uur te gaan rijden, ja, dan moet het toch al heel veel uh, Heel veel stukjes in elkaar vallen van de puzzel. En ik uh, denk niet dat dat nog, uh, nog aan mij besteed is. Dus in Diegem heeft Nico zijn tweede thuis gevonden? Ja, zeker en vast. Uh, allez, ik denk dat dat ook vrij, vrij uniek is in België dat je al acht jaar ergens in een staf zit. Uh, ook in slechte tijden natuurlijk. Hè. Niet vergeten, hè, want uh, we spreken meestal alleen maar uh, over de goede tijden als de zon schijnt, maar het heeft druk al veel gerekend. Dus, uh, dus, voilà. dus, en als je dan blijft het vertrouwen krijgen van dat bestuur en van je spelers, ja, dan is het gewoon uh, heel plezant en dan komt je gewoon graag werken. Gewoon. Zo simpel is dat. Of dan wordt dat werk echt een hobby. Uh, en ik vrees dan toch wel als je moet met je auto een uur moet rijden voordat je aan training geven. Dat er toch meer werken wordt en dat ben ik een beetje ontgroeid, eerlijk gezegd. Oké, okay, dan wens ik u te bedanken voor dit interview, interview en veel succes komend seizoen. Dank u wel voor het interesse. Oké. Okay.